In Genderen zijn de Zuiders uitgerust met een luxe badkamer en een jacuzzi. We gaan ons niet vervelen, hè? Op dat congresje. Ah, Jetske, secretaresje. Oei. En jullie slapen op dezelfde kamer? Ja, besparingen, hè, van Tomlijn, besparingen. Allee, nu nog een plaatsvervanger aanduiden. En dan kunnen we vertrekken, hè? Marksken. Ja? Proficiat. Hoi. Vanaf nu zei je burgemeester Had Hinterim. Ik? Burgemeester Mark toch niet? Huh? Gewoonlijk vervangt de eerste schepen nu. Bernadette van Dalen? Oh, die cactus. Dat mens, hè, dat heeft op de laatste gemeenteraad gezegd dat het enigste waar dat ik goed in ben, hè, dat is frutselen aan ons Anjetske. Allee, aan mijn secretaresse. En dat is zeker niet waar. Jij bent ook nog goed in Burgemeester, met permissie. Ik denk niet dat het een goed idee is om de gemeente aan Mark toe te vertrouwen. Huh? Laat staan dat het wettelijk is. Ja, ik vraag me dat eigenlijk ook af. En ga ik dat wel kunnen? Oh, maar natuurlijk. Af en toe hier en daar met krabbels zitten en een klappetje doen met de mensen. Patati en patata, dat kan toch het kleinste kind, of... En dat wettelijke, hè, dat los ik daarna wel op. Hm? Allee, wat denk je? Ja of ja? Ik weet het niet. Je mag hem hebben, hè, meneer Sjerp. Echt? Ja. Oké dan. Ah, prima, prima, prima. Hey, zorg er goed voor, hè, voor mijn gemeente, hè, als ik er niet ben. Okay. Hey, laat er maar eens een goede winter waaien. Ja. Dit is onwaarschijnlijk, hè. En tegen de boskrabbers was het 5-0. Ja. Met forfait, omdat ze het veld niet vonden en dus te laat kwamen. Ja, zo kan ik het ook. Ja, hè. FC De Boevers hebben we toch schoon naar huis gespeeld met 3-0. Ook niet moeilijk, hè? Dat waren allemaal zombies die net terug waren van manoeuvres. Ja. Nee. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Als we zaterdag 3 punten pakken tegen Echte Klavertje 4, dan hebben wij evenveel punten als de Schelletjes. Ja. En dan mogen wij stilaan beginnen dromen, mannen, van Provinciaal. Maar voorzitter, dan hebben wij ook een degelijke sportinfrastructuur nodig, hè? Want ja. Dat zullen ze wel als Sinterklaas moeten vragen, hè, Poppol. Nou, ik heb mijn sollen nodig, joh. Ik kan mijn fabriek uitbreiden, hè. Ik wacht alleen nog op mijn permis. Oei. Dan gaat het hier binnenkort nog harder stinken dan vroeger, joh. Maar, today, generaal! Ah, mooi zeg, schatje. Wat heb je te vieren? Ja, Wieke. Zie je niks? Oh! Aha! Ik ben de nieuwe burgemeester. Wieke, dat wordt met een dag erger met die jongen, hè? Nee, het is waar. De burgemeester zit voor een paar dagen op een congres en Mark vervangt hem. Ja. Kondig dan maar ineens het rampenplan af. Ja. En als dat een nieuwe politieke cultuur wordt... Zeg, Ella, Mark gaat dat heel goed doen. Ja, je moet gewoon een klein beetje vertrouwen hebben, hè, schatteke? Ja. Jongen, verknal het nu niet, hè. Oh, zeg, mijn schoonzoon burgemeester. Oh, wat zal ons Madeleine daarvan zeggen? Oh, ik ga haar bellen. Markske, ik zou met u eens iets willen bespreken. Nee, niks van. Jij gaat niet onmiddellijk misbruik maken van mijn Mark. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand misbruikt, Miss Crucke. Markske, luister een keer in. Meneer Boma, af. We zullen er later nog een keer over klappen als u waakhond in haar band ligt. Dus. Ja. Bieke, zit. Ja. Weer niets, hè. Nu is het al zelfs crisis in de loterij. Ze misschien 2,5 euro. Afzetters. Allee. Laatste kans. Op hoop van zegen. Man. Miserie, meneer Fernand? Oh, dikke miserie, hoor. Ik kan mijn facturen niet meer betalen. En iedereen laat mij in de steek. Zelfs de loterij. Hoe dat? Maar ik heb met mijn laatste centen een krasbiljetten gekocht, maar niks. Wat moet ik nu doen? Ja. Je kunt eens proberen mee te spelen met de lotto. Je hebt daar één kans op 5.237.894. Kon hem hier een beetje uitlachen, ja? Nee, Fernand. Wij komen een paar rekeningen brengen. Ja, die zaten bij ons in de bus, maar die zijn voor u. Voor mij? Mm-hmm. Ja, dat is die nieuwe facteur. Hè. Die heeft zich weer eens van bus vergist. Hè. Ah ja. Dat is dan toch een met heel vuil vingers, hè? Ja. Fernand, alsjeblieft, zeg. Jij bent die bij ons in de brievenbus komen steken. Oh, maar Bieke, je moet dat verstaan. Ik heb zelfs geen geld meer om eten te kopen. Mijn 7 zieke kindjes die liggen gedesintegreerd. Oei, uitgedroogd? Uitgedroogd aan een master in het ziekenhuis. Je moet het zien, dat is vel overbeen. En dan die mondjes zo open. Bieke, kun jij dus niet betalen voor één keer? Nee, Fernand, ik ga dan eens naar het OCMW. Maar, enfin, Mark. Allee, welke onnozelaar gelooft nu nog in die verhaaltjes? Niemand wil nog iets doen uit welwillendheid voor een arme sukkelaar, hè. Ja, straks eindig ik nog onder een brug. Het is inderdaad, hè. Sorry. Meneer Fernand, ik ga u helpen. Oeh, ja. Mark, wat gaat jij doen? Markske, die zit tenminste in met mij. Die zal me niet laten creperen. Voilà, zeg. Alsjeblieft, meneer Fernand. Is een lege doos? Ja, een lege doos. Dan gaat het lekker warm hebben onder de brug. Sjoeke? Ga jij op reis? Nee, ik ga verhuizen. Verhuizen? Ja. Ja, maar toch niet, omdat ik eens een keer een pietje te veel gedronken heb. Nee. Jij gaat mee verhuizen. Maar ik wil hier niet weg. Oh, maar ik wel. Oh. Niks respect krijg ik hier in dat boerengat, hè. Allee, eerste, Betty, ereburger van Lier. Ja, en die Wally, ereburger van Ertvelde. La Estrella, ereburger van Antwerpen. Ah, en dan? Ja, waarom ben ik geen ereburger van ons gemeente? Als BV heb ik daar toch recht op, hè? Ja, maar ja, jij zei laatst helemaal niet. Nee. Moet je daar aan verhuizen? Ja, naar een gemeente of stad die mij wel erkennen als BV. Ah, maar anders moet je eens een keer babbelen met Markske. Oh, allee, wat kan die Aspers daar nu aan doen? Allee? Die Aspers is nu burgemeester. Xavier, jij moet echt een beetje minder pintjes beginnen drinken, hè? Nee. Onze burgemeester is naar een congres en Mark vervangt hem. Xavier, jij bent de meest fantastische zatte vent die ik ken. Het is goed, hoor. Niks fout, Carina, Sjoeke. Is mijn mama er niet? Nee, die is naar de fabriek. Ah. Wat heb je nodig? €10.000 om een schulden te betalen. Hallo, Kroket. Ja. Ja, en onkel Bal heeft zijn geld nodig om zijn fabriek uit te breiden, hè? Die zal u niet kunnen helpen. Nee, natuurlijk niet. Laat Fernand maar stikken, allemaal. Bende, egoïsten. Zeg, wacht eens, meneer Fernand. Ik heb misschien wel een ideetje. Ja, ik heb het met uw ideetjes wel gehad, zelfs die sambalessen. Als je doet wat ik zeg, dan zet je op één avond uit de schulden. Ja. Zou je zijn bank gaan overvallen, zeker? Nee. Wacht. We gooien gewoon al die rommel buiten en wij maken van uw toonzaal een dansie. Nee. Partytime! Hoppa! Brazil! Ja, een dansing en dat gaat met €10.000 opbrengen, zeker? Minstens? Ah. Stel. Er komt 500 man op af. Inkom, €10. €10, dat is... Opbrengst? 5.000. Ah, voilà, €5.000. En dan hebben ze nog niet verteerd, hè. Ah, nee. En in zo'n dancing, daar peperen ze op door, hè. Oei. Een pintje, dat is €3. Een cola, juist aan hetzelfde. Ja, en als dan iedereen 4 keer iets drinkt... Reken uit uw winst. Ja. Weet je wat? We zullen morgen proef draaien. Ik lanceer een oproep via Facebook. En we vragen aan de Reggie om te komen draaien. Reggie? Allee. Reggie, waar zijn die handen? Ik weet niet. Dat is de populairste en DJ van het land. En dat is mijn kameraad, die doet dat voor een vriendenprijs. Merci, Rinaldo. Jij bent tenminste een brave jongens. En kom, we gaan direct naar de toonzaal. We gaan er alles aan de kant zetten. Ah nee, meneer Fernand. De winst is voor u. Het werkt dus ook, hè. Goedemorgen. Oh, Mark, jongen. Dat is een poster om in een kinderkamer te hangen. Allee, weg ermee. Oh, ja. We hangen daar wel iets anders. Okay. Maar Mark, allee, die das, dat past nu toch niet bij een burgemeester. Allee, doe die uit. Okay. Maurice! Ah, eindelijk. Jongen, dat is mijn cadeau. Cadeau? Ja, voor uw benoeming. Huh? Allee, Maurice komt achter die boom vandaan. Wow. Oh, amai, maar. Dank u. Jongen. Doe u een das uit. Ja. Zeg, en ga dat stil even in de raadzaal eens halen en breng dat naar hier. Ja, dat gaat hier veel beter hangen. Wat kan je dat maximaal niet? Dat is de wil van de burgemeester. Heet, Mark? En de wil van de burgemeester is wet. Allee, kom aan. Actie, actie. Allee, ja, jongen, het is goed. Allee, komt jij ook maar achter die boom vandaan. Ja. Voilà. Allee. Ja. Ah, oh, dat is al veel beter, zeg. Hoppa. Ja, goed. Allee, ik ga nu maar eens zitten. Ja? Ja. Ah, voilà. Zo ziet je er pas echt uit als een burgemeester. En wel, wat vind je ervan? Ja, ik vond die vorige das eigenlijk plezanter. Ja, Mark, je gaat niet beginnen. Hè. Oh. Voilà. Ja, zo kan ik u ook in de oog houden als ik er niet ben. Hè. Oh. Is er koffie? Oei. Ja, ma. Ik heb nog geen tijd gehad om er te zitten. Maar ik ga dat direct doen. Mark, jij bent burgemeester. Geen koffie, madame. Huh? Maurice, ga eens koffie zetten. Maar ik dacht dat ik dat schilderij moest op... Eerst koffie zetten. Heb je dat gezien? Amai. Voor al uw minderwaardige werkjes heb je uw personeel. Maar een burgemeester die moet kunnen delegeren. Laten voelen dat hij baas is. Ja. Streng en kordaat. Ja. Van nu af aan houdt jij je alleen nog maar met belangrijke zaken bezig. Oké. Zoals? De post bekijken. De post? Maurice! Maurice, excuseer. Wat is mijn post? Ja, die had al een half uur op zijn bureau moeten liggen, hè, Maurice? Ik heb daar nog geen tijd voor gehad. Eerst moest ik een schilderij halen, dan moest ik koffie zetten. Ja, maar... Zeg, maar als de Maurice nu eens een half uur vroeger zou beginnen, morgens, dan kan ik toch mijn koffie drinken bij mijn post. Heel goed, Mark. Daar zit een onderkruiper. Oei, de cactus. Wie denkt jij wel dat je bent, hè? Marc Vertonghen, burgemeester ad interim. Jij zit op mijn plaats, Vertonghen. Oei, ja, excuseer. Ja, de burgemeester heeft dat dus beslist. En als u mij nu kunt excuseren, alstublieft, want ik heb nog belangrijk werk. Ik pik dit niet, hè? En zijn maar zeker dat ik u in de gaten hou. En bij de minste misstap hangt je. Oeh. De post. Dank u, Maurice. Maurice, zou je dan nu misschien die lamp in de gang willen vervangen, alstublieft? En dan mogen we daarna beneden gaan dweilen. En niet vergeten, Maurice, alles klaarzetten boven voor de receptie. En daarna mogen we het schilderij ophangen. En waar is zijn koffie? Goed, maar. Ja. Onwaarschijnlijk. Ja. Oh. Het is niet waar, hè. Hij is nog maar een halve dag burgemeester en ze brengen hem al terug. Wat heeft hij gedaan, meneer de agent? Wij zijn de privéchauffeurs van de burgemeester. Wij brengen hem overal naartoe. En we brengen hem terug ook. Ah ja. Ah, ja. Mark. Ja. Oh, allee. Meneer de burgemeester. Ja. Uw spaghetti is klaar. Dank u wel. Dank u. Ah, mevrouw. Oh, dag, meneer de burgemeester. Meneer. Ja. Oh, ja, hij heeft het zo druk. Pascal, breng tenminste een warme chocomelk. Ik trakteer. Amai, dankjewel. Madame kan er binnen. Pascal, geef hem er van mij ook eens een. Dank u, Paul. Ja. Markske, je zou voor mij eens iets moeten doen. Je weet, als BV geef ik onze gemeente een meerwaarde. Ja. Ja. Alle. Dus het zou niet meer als normaal zijn dat ik gehuldigd word als ereburger. Hè? De gemeente gaat toch geen geld uitgeven aan zo'n plat amusement? Wat? Heb jij mij al eens goed bekeken? Trouwens, waar moeite jij je feitelijk mee? Ja, Mark, verbras het geld van de gemeente niet aan zo'n non-event. Een non? Ik? Zeg, let op uw woorden en schouw jij twee hete chocomelkjes. Ah, dank u maar. Dank u. Ja. Mark, wacht. Ja, wacht. Mark, de ploeg heeft u nodig. Hè? Want nu dat wij niet meer op meneer Boma kunnen rekenen, ja, nu moeten wij toch van de gemeente subsidies krijgen. En al wat wij vragen, dat is een beetje geld voor verlichtingspalen, veldverwarming... Veldverwarming, goeie idee. Nee, Markske. Mijn huldiging zou kunnen uitgroeien tot een echt volksfeest. Oh. Ja, alle mensen zouden kunnen ondergedompeld worden in een bad van liefde. Oh. Ja. Ja, maar nu denk ik wel niet dat de gemeente en geld heeft voor een huldiging en sportinfrastructuur. Natuurlijk. Ja, maar nee, dan weet je toch maar kiezen, hè. Mark. Hey. Ah, Bieke. En? Hoe is het met mijn burgemeesterke? Oh, druk. Ja. Hij ging juist plassen. Oh, ja. En ik ging met hem mee. Ja, en ik ging ook mee. Gezellig, met ons drietjes, ja. Oh. Ja, maar eigenlijk moet ik niet plassen, hè? Maar ik ook niet, maar we doen alsof. Hm? Wauw, ja. Alsof? Ja. Ja, we doen alsof, ja. Mark, wij gaan dus zo goed als zeker promoveren. Wij hebben die extra faciliteiten nodig. Mark, door mij te huldigen doet je aan volksverheffing. Volksverlakking zeker. Keer tegen een balschotten en schoolmeesterke. Oh wel. Wat gebeurt er hier? Bieke, wij doen alsof we plassen. Ja, de saboteur heb ik liever veldverwarming. Jij moet alle twee, hè, mijn Mark, met rust laten. Je denkt alleen maar aan je eigen profijt. Bieke, jij hebt ook geen verstand van zaken doen, hè. Allee, als ik gehuldigd word met een groot feest, hè, dan moet een evenementenbureau dat organiseren. Verstaan je? Kassa. Ja, maar nu denk ik toch... dat de gemeente best kiest voor voetbal. Ja. Nee, schatteke. Een huldiging zou veel beter zijn. Ja. Ah ja? Ja. Oké dan. Oh, merci, meneer de burgemeester. Oh, wie denkt er nu aan zijn eigen profijt? Hey. Oh. Ja, Bieke, ja, dan zal ik dus een evenementenbureau onder de arm moeten nemen. Hè. Ja. Ken je het erin? Allee, Mark, dat van mij natuurlijk. Ah, ja, natuurlijk, vergeten. Ja. Vertrouwen, wat zijn jij hier aan het doen? Ah, ja, ik doe alsof ik mijn handen droog. Zwart. Markske, jij doet voor mij iets moeten kunnen arrangeren. Huh? Meneer Boma, af! Laat jij die waakond nooit thuis. Hoi. Marc Vertonghen, burgemeester ad interim. Ah, dag mevrouw de burgemeester. Ja, ja, ja. Dank u, dank u. Oh, dan kunnen we man niet bereiken. Ja. Ah, misschien moet je eens proberen op de gsm van Anjeske. Ja, nee, nee, maar die slapen op dezelfde kamer, dus... ja, hallo, hallo, hallo. Zeg, Marc, nu hoor ik net van Sonja dat zij de boeketten niet meer mag leveren voor de jubilarissen. Ja, Maurice, zo'n boeket, dat is toch na een week verwelkt? Ik heb iets veel beter. Kom eens. Voilà. Marc, ja. Zo'n jubilarissen, die zijn 70, 80, 90 jaar oud. Wilt je dat die ter plekke een hartaanval krijgen? Maurice, in dat geval kunnen ze hem toch gewoon direct op hun graf leggen? Gefeliciteerd met een overlijden. Ja, wacht. Oh. Hop. Recyclage. Oh, logisch. Ecologisch. Ah! Ah, meneer Boma. Dag, welkom. Uw waakhond is thuis gebleven? Ja! Bon. Markske, jij moet voor mij iets arrangeren, hè? Ah. Ja, je weet dat ik mijn fabriek ga uitbreiden. Mm-hmm. Maar mijn vergunning, dat komt niet in orde, man. Huh? Hoe komt het? Ambtenarij, hè? Ambtenarij en dat personeel, dat komt alleen in de voormiddagwerkjes. Namiddags is dat de hof af. De dossiers stapelen zich toren erop. Zou jij bij een dossier dat een keer niet kunnen van tussen halen zo? Hé, hé. Ah, meneer Boma. Dag, madame Van Dalen. Probeerde jij je vergunning snel rond te krijgen nu dat een van uw voetbalvriendjes burgemeester is? Hè? Hoe weet jij dat? Je had kunnen denken, hè? Maar dat is niet waar. Ik kom gewoon goeiedag zeggen de Markske. Dat is ook niet waar, meneer Boma. Wij van Groen 69 hè, staan achter de eisen van het buurtactiecomité Konijnenweg. Wij protesteren tegen zijn uitbreidingsplannen. En wel, wat kun je daar nu tegen hebben, Ella? Oh. Ik creëer 40 nieuws op zijn eigen streek in een tijd van crisis. Wel, ten koste van het milieu, hè? Milieu? Ja. Onze kinderen die kunnen niet meer spelen aan de Klaverbeek omdat die vol ligt met slachtafval. En in de zomer moeten we zo'n gasmasker opzetten tegen de stank. Stank, stank. Uw parfum stinkt ook. Vertongen. Als jij durft een positief milieuadvies geven, dan klaag ik u aan bij de provincie-gouverneur wegens corruptie, verstaan? Kom, nu... Ik beloof dat ik objectief en in het belang van de bevolking daar een oplossing zal zoeken. Oh. Maurice, zou u het bezoek willen buiten laten, alstublieft? Mevrouw Van Dalen? Ja. Ah, meneer Boma. Alsjeblieft. Groen heeft voorrang, hè? Marc Vertonghen, Marc Vertonghen, burgemeester ad interim. Burgemeester! Ja, 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 ja. Heel plezant, heel plezant. Ja, huh? Echt? Geen probleem. Nee, nee, geen probleem. En de groeten aan Jetske. Ja, ja. Ah, Maurice. Ja, goed nieuws, hè. De burgemeester gaat nog een dag langer wegblijven. Alles stap uit. Ben ik kapot met de rug. Denk maar aan de poendigen van het geld pakken we even nou. Hè? Dus wacht, hè. Dus hier komt dan de toog. Toog? Ja. Ja. Ja, en hier de discobar, hè. Discobar. César. Oh. Amai, dat is hier leeg. Ah ja. Meneer Fernand geeft hier vanavond een feestelijke receptie. Ja, voor mijn mogelijke klanten. Hè. Als ik die goed soigneer, dan komen die misschien iets kopen bij mij. Ja, maar al uw antiek staat buiten. Ja? Ah, ja, natuurlijk. Anders heb ik toch geen plaats om die mensen te ontvangen. Huh. Ik zou dat toch niet doen, hoor. Oei. Maar nee, de Frank zegt dat het gaat regenen. Ah, maar dat is juist goed, hè. Want... dan regelen het stof eraf. Wat heb jij daarmee te maken? Ronaldinho Ronaldinho, die heeft mij op het idee gebracht. Ronaldinho. Ja, ik zit hier in de organisatie. Ja. Allee, succes, hè, mannen. Dank je, Bieke. Je zult het nodig hebben, hè? Ja. Je moet dat niet zeggen van die 5, anders gaat hij weer moeilijk doen. Huh? Alsjeblieft, de factuur. Ah, dat is voor hem. Oh, voor mij? Ja, de winst is voor u. De kosten dus ook, hè. Man. Hoe gaat dat nog duren? Ja. Waar blijft dat kieken? Maar ik moest nog langs bij een koppel dat 60 jaar getrouwd is. Ja, dat is het leven van een burgemeester. Nooit rust. Hé? Zeg, heb je dat al gehoord? Ik word morgen gehuldigd, hè? Daar gaat volkomen naar kijken. Ja, ik denk dat ook. Iedereen gaat dat van dichtbij willen meemaken, hè? Zeg, Bieke, kun je dat niet laten uitzenden op tv? Jij wilt dat er niemand nog naar tv kijkt, zeker? Ja, hey, daar is hij. Welkom. Dag, jongen. Meneer de burgemeester. Ah, Bieke, hoe is het? Oei, wat is het? Oh, dat. Ja, die man van dat koppel die kon niet lachen met mijn cadeau. En hij heeft zijn vals gebit in mijn gezicht gegooid. Die ouwe zal nu nog minder lachen. Ja, ik heb hem laten oppakken. Voor slagen en verwondingen. Ja. Mark. Zeg het een keer. Ja, als meneer de burgemeester klaar is met zijn leven te vertellen, kan hij dan misschien op het veld gaan staan? Zeker. Ah, FC Klavertje 4. Dag meneer. Hola. Dag meneer de voorzitter. Alleen nu ga ik toevallig morgen uw subsidiedossier behandelen. Nog een prettige dag, hè? De Valbardi over uw flush. Ja. Ja. Hé, mannen! Rustig aan! We hebben die subsidies wel nodig, hè, godverdomme! Ik zeg jij! Ja! Mark! Ja! Mark! Hopla! Hé, Jean! Die nummer 11 beslist wel over onze toekomst, hè? Of wil je alle dagen met je madame Rummikup spelen, misschien? Ja! Ben ik met haar bezig geweest. Oh, eindelijk slaapt ze. Oh, slaap wel, hè, schatje. Huh? Ik zie je graag. Ik zie je ook graag, Bieke. Ah. Zeg, is die Fernand nu helemaal zot geworden? Oh. Sorry, Bieke, laat ons nu toch verder vuiven. Het is juist zo plezant. Zeg, en mannen, ze mag meedansen, hè? Zo, heb je geen vergunning? Ja, nog niet, hè. We zijn vanavond nog maar aan het proefdraaien. Proefdraaien? Ja, natuurlijk. Dat is om meneer Fernand de schulden te helpen. Oh, oh, please. Zeg, wij proberen hierboven wel te slapen, ja? Met een dochter. Oh wel, gaat ze halen? Wacht. Kunt je in de weekends niet bij een ma gaan logeren? Oh. 15 minuten heb je, ja? 15 minuten. En als heel die boel hier niet is opgekuist, dan bel ik de politie. Ja, maar Bieke, allee. Nee, maar die moet van iets altijd saboteren, hè? Zeg, Bomba, geef eens ons geld terug. Oh, Ella, niks van de gegeven is gegeven, hè, zeg. We hebben geen 10 euro betaald om hier een half uurtje te shaken, hè? Ja, kop weg, joh. Ella! Kom maar! Ella! Makker. Nou, wie geef ik mijn factuur? Dat is voor hem. Ja, meneer Fernand, de winst is voor u, de kosten dus ook. De winst? Welke winst? Jongeman, alsjeblieft. Wat blieft? 3000 euro? Dat is mijn vriendenprijs. Man, miserie. Zeg, had jij geen andere kleren kunnen kopen? Ja. Iedereen gaat naar ons kijken. Dat is juist de bedoeling, hè? Ik krijg al kiekenvel als ik denk aan al die fans die uit hun bol gaan voor mij en hysterisch roepen. Carmen, we love you. En dan ik, hè? I love you too. Oh, Sjoeke ging er achter de hoek. Hoort je mij fans roepen? Amai, hier kunt je ook op de koppen lopen. Ja, iedereen zal al binnen zijn en zoeken. Ja, wie weet. Waar zijn die fotografen? Oh, die puber van een Crucke, hè. Dat is toch een amateurke. Wat is er, Sjoeke? Daar. De vuilbak. Ah, en daar een bloembak. Ja. Daar een auto. Daar kan dus wel een bom in zitten, hè. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een aanslag gepleegd wordt op een grote vedette. Ik denk niet dat jij daar zorgen moet over maken, Sjoeke. Kom. Er is meer politie dan volk. Oh ja, die moesten komen van Marc. Hm? Dus, eerst uw speech, ja, dan de onthulling van het kunstwerk, ja, en dan de receptie. Mm-hmm. Ja? Okay. Maar er moet wel een beetje muziek zijn. Ah, oei. Maurice, muziek. Allee, Maurice, rap. Zit zo niet aan uw gat te krabben. Die broek schiet altijd tussen mijn billen. Oei. Oh. Maurice, micro. Ja. Ja, op. Oh. Test, 1, 2. Goedemiddag, dames en heren. Eerst en vooral wil ik u van harte bedanken voor uw massale opkomst. Carmen, heel de gemeente, ongeveer heel de gemeente, is vandaag speciaal voor u naar hier gekomen. Dank u. Het bewijs, denk ik toch, dat onze inwoners u een warm hart toedragen. Elke keer als u op tv komt, of in de boekjes, vallen we naar fronten. Zijn er vier. Vier dat u één van ons bent. En we willen u dan ook graag, Carmen, promoveren. Oh. Vanaf nu bent u niet alleen ereburger van onze gemeente, maar ook ambassadrice. Oh, dank u. Ja. Oké. Ja. Ah? Ja. Applaus. Ja, applaus. En Carmen, omdat wij u nooit zouden vergeten, hebben wij u laten vereeuwigen in een kunstwerk gecreëerd door Delphine Albert. Ben ik dat? Die kunstenares, die mag ook wel eens een brilletje opzetten, ze. Oh, Maurice, bloemen. Jee, Maurice. Dank je, Maurice. Dank u. Dank u wel. Ja, Carmen, de microfoon is voor u. Dank u. Vertongen, jij stukske dictator. De politie gebruiken als privéchauffeur, onschuldige bejaarden opsluiten. Zeg, weet jij een teutjes houden? Dat is hier wel mijn feest, hè? Dat weet ik. Maar wel op kosten van de gemeente. En we zitten al met een serieus gat in onze begroting. Ja, dat van u is anders aan begroting toe. Zeg, en dan heb ik het nog niet over uw corruptie. Of vind jij het normaal dat jij uw vrouw inschakelt om deze farce te organiseren? Hm? Nee, maar ik moest van haar. Maar Binnenlandse Zaken weet er al van, hè. Dus kom, geef die shirt maar aan mij. Nee. Ik zal de gemeente wel besturen. Nee, maar nee. Geef van nee, maar nee. Ah, ik heb het lastig. Je kunt veel zeggen, maar niet dat het hier saai is. Maar u hebt nog gelijk te pellen, kameraad. Balthasar, je spreekt wel tegen uw burgemeester. Burgemeester waar Kusberg uit. De Lakieken heeft er niet alleen voor gezorgd dat ik niet kan uitbreiden. Ik mag mijn fabriek sluiten, miljarden. Ja, maar dat was voor de volksgezondheid. Hé, hey, Kieken! Een amperplan, Kieken! Onwaarschijnlijk. Applaus. Ja. Brouwer, 1800 euro. DJ, 3000 euro. Huurinstallatie, 895 euro. Ja, dat zou met die andere schuldig heeft dat dan. 15.695 euro. Man. Ik maak er beter een eind aan. Adieu. Vrede wereld. Ja, verloor, jongen. Het is best voor u. Jij kunt niet anders te werken. Denk aan u eens, Schuldenbergen. Mobutu. Adieu. 12. Oei, de lotto. Oh, wacht, dat was ik al vergeten. 8. 18, 12, 9, 8 heb ik al. 21. Ik toch niet wat? 21! Nu nog 33. 33. Wat is u? Ah, ik heb zelfs iets. Ik ben rijk. Man. Oh, dank u, heer. Ik wist dat jij me graag zag. Hier, jongen. Ja. Oh, ik ben zo fier op mijn schoonzoon. Allee, het is te hopen dat een burgemeester nog veel op congres moet. Ja. Hé, Maurice? Ja. Vertonghen, ja? Kom hier dat ik u wil, kom, vriend. Hoi, ma, bel de politie. Meneer Boma is ontsnapt. Bellen. Laat dat varkje maar aan mij over. Meneer de burgemeester, hoe is het? Niet goed, Markske. Echt waar, niet goed. Nee. Door uw lompigheid weet mijn madame nu dat ik een speciale band heb met dat Jetske secretaresske. Hé, die wist dat nog niet. Je hebt er een puinoog van gemaakt, Markske. En dan mag ik aan de gouverneur nu gaan uitleggen, hè, jongen. En de Balthasar die mag blij zijn als ik zijn worsterij terug open krijg. Melk, vanaf nu, voor eeuwig en altijd, zijt je burgemeester afgedaan. Sluts. Wat? Mark, toch. Dank u, burgemeester. Dank u, burgemeester. Oh.